De meeste mensen associëren op vakantie gaan met de warme zomermaanden juli en augustus. Toch is het helemaal niet gek om juist in de maanden mei, juni en september te gaan. Want ook dan heb je fijne temperaturen. En je hebt minder toeristen. Een ideale vakantie onder deze omstandigheden is een wandelvakantie in Slovenië. Tina Battestuta van Mijn Slovenië vertelt ons meer. Slovenië is een van het meest veelzijdige landen ter Europa en dat op korte afstanden. Er is veel natuur. Er zijn 60% van Slovenië zijn bossen en veel beschermde natuur. Dus dat trekt de mensen het meest naar Slovenië. En het beste is om buitenseizoen op vakantie te gaan, omdat dan is het minder druk, minder mensen reizen buitenseizoen en de prijzen zijn heel aantrekkelijk. En je krijgt ook meer aandacht van de lokale bevolking, dus dan kan je beter genieten van de natuur. De Juliana Trail is een meerdaagse wandelroute. Die gaat door het Triglav Nationaal Park en langs de grenzen ervan. Dus je komt langs de ongerepte natuur, het zuivere water van de rivieren. Het is een route die eigenlijk voor iedereen goed toegankelijk is. Het is zo'n 4 tot 5 uur lopen per dag. Je gaat voornamelijk door de valleien. Het is praktisch omdat als het slecht weer is, kun je het openbaar vervoer pakken. De accommodaties liggen direct naast de route en eventueel is bagagevervoer ook mogelijk. In zichzelf is een wandelvakantie natuurlijk al duurzaam omdat je de auto laat staan. En met deze wandelvakantie loop je voornamelijk in de valleien, dus je belast het kwetsbare hooggebergte niet. Bovendien, als je buiten seizoen op vakantie gaat, belast je ook minder de lokale bewoners. Dus of je het nu groen, eco of duurzaam noemt, het zit in het DNA van Slovenië. Ik zou als tip meegeven, wees niet te ambitieus, maar kies voor een route die past bij jouw wensen en ervaring en heb je een hele leuke eerste wandelvakantie.